Dit is hem, de WD My Passport Ultra 1 terabyte editie. De luxere harde schijf onder de My Passport series die WD onlangs heeft gelanceerd. Wij gaan kijken wat zit er in het doosje. En we gaan natuurlijk ook kijken wat zijn de benchmarks. Die benchmarks vind je in de review via de link onderaan de video. Maar eerst gaan we kijken wat zit erin. Dit is hem dus, het doosje van de My Passport Ultra. We hebben ook de My Passport van WD. Dat is deze jongen, die heb ik net al even uitgepakt. Is een stuk dikker, plastic, goedkopere behuizing, dus ook nog eens dikker. Dit is echt het luxe paardje. Overigens is dat 2 terabyte, dit 1 terabyte, maar dat mag de dikte in principe niet verklaren, vind ik in ieder geval. Tijd om te kijken wat zit er in de verpakking. Mooi eierkarton, gerecycled karton, daar hou ik altijd wel van, liever dan een overdaad aan plastics. We hebben keurig een witte USB-kabel. Dan denk je, ja, wit is behoorlijk standaard. Overigens wel jammer dat er een printje op zit. Dan denk je, wit is behoorlijk standaard. Maar bij die blauwe hebben we gezien dat er dan ook een blauwe USB-kabel bij zit. Dus wordt er degelijk rekening gehouden met het design. Hello, download onze software om verder te komen. Garantievoorwaarden. Ja, goed. Meer documentatie heeft hij in principe niet nodig. Ja, dit is hem. En dit ziet er luxe uit. Dit is keurig gematteerd afgewerkt. Dat betekent dat als je een kastje op krijgt, dat je het ook niet meteen ziet. Dit is helemaal metallic. In hoeverre het ook daadwerkelijk metaal is, vind ik wat moeilijk om te zeggen, maar het is in ieder geval metallic. Het ziet er metaal uit, het is heel erg netjes. Status LED, micro USB 3 aansluiting om de maximale snelheden te halen. USB-C helaas nog niet. Laten we hopen dat dat alsjeblieft in de volgende generatie zit. Dat zou ik heel fijn vinden. Nou, als je naast elkaar houdt, koop je ze op internet, dan zit er ongeveer een tientje verschil in en dan zie je al meteen waarom. De gekleurde vriend hier, gericht op waarschijnlijk een iets jongere doelgroep, ziet er heel wat minder zakelijk uit, heel wat minder fancy. Is ook echt een stuk dikker, dus is waarschijnlijk is het oudere platte technologie. De drive moet dikker zijn om aan die ruimte te komen. Voor de rest, ja, niet zo spannend. Wat zou ik doen? Ja, dit is nu al mijn favoriet. Prachtige drive. Goed, wij gaan kijken wat deze kan, wat de benchmarks zijn, wat je mag verwachten van deze drive, wat het verschil maakt met die andere drive. Wil je dat allemaal weten, check dan even de link onderaan de video, die brengt je naar gadgetgear.nl en daar lees je mijn hele review van deze WD My Passport Ultra.